Welkom bij aflevering 31 van Vrijmiebeurs, de wekelijkse serie waarin ik belangrijk financieel en economisch nieuws bespreek. En in deze aflevering wil ik gaan kijken naar de kwartaalcijfers van wat Amerikaanse banken en wat dat eigenlijk gaat voorspellen. We zagen ook dat Charlie Munger de helft van zijn aandelen in Alibaba heeft verkocht, de toenemende schaarste rondom Bitcoin op dit moment en tenslotte de rijken die meer belasting gaan betalen in Nederland, tenminste, zo lijkt het. Weer genoeg te bespreken dus, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van Vrijmiebeurs. Op mijn Instagram had ik gisteren de vraag of ik wel of niet mijn mening moest verwerken in het nieuws in deze serie. De uitkomst van die poll was ongeveer 50-50, dus voorlopig verander ik nog niets. Maar ik ben wel benieuwd waarom je juist objectief nieuws wilt of waarom je juist wel mijn mening wilt horen. En laat dat dan vooral weten in de reacties onder deze video. Dan gaan we nu dus kijken naar het eerste onderwerp. En dat zijn de eerste kwartaalcijfers die deze week bekend zijn geworden. Want sinds afgelopen woensdag zijn het eigenlijk een paar grote Amerikaanse bedrijven die met hun kwartaalcijfers zijn gekomen. En zoals ik vorige week ook al besprak, is dat meestal zo dat dat de Amerikaanse banken zijn. En dat is vaak gewoon interessant omdat het ten eerste iets kan zeggen over de economie in zijn geheel. Maar we kunnen ook een beetje gaan kijken wat we kunnen verwachten van andere kwartaalcijfers. Kijken we bijvoorbeeld ten eerste naar JP Morgan, de grootste Amerikaanse zakenbank. Die kwam ja, zoals verwacht eigenlijk met cijfers, waarbij de winst een stuk lager uitviel. Maar ook dat werd dus al verwacht door analisten. Maar wat vooral eigenlijk opviel op de balans, was dat ze juist meer geld als reserve aanhielden voor kredietverliezen. Een jaar eerder lieten ze hier nog uh, 4,2 miljard dollar vrijvallen. Omdat juist het risico dus lager werd ingeschat een jaar na het eerste na de corona zeg maar, maar nu wordt dus juist deze voorziening uitgebreid met anderhalf miljard, waarbij ze eigenlijk tegelijkertijd ook waarschuwen voor economische uitdagingen. De topman van JP Morgan zegt dan ook van we blijven optimistisch over de economie, tenminste op de korte termijn, omdat consumenten en bedrijven gezonde balansen hebben en de consumentenbestedingen ook gezond zijn. Maar we zien aanzienlijke geopolitieke en economische uitdagingen in het verschiet door de hoge inflatie verstoringen in de aanvoerketen en de oorlog in Oekraïne. Tegelijkertijd kondigden ze wel een aandeleninkoopprogramma aan van maar liefst 30 miljard dollar. En dat doe je dan ook wel niet als je denkt dat je de komende tijd het geld hard nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat de economie heel erg tegen gaat zitten. Kijken we dan vervolgens naar BlackRock. Daar zien we dat het beheerde vermogen flink afnam, terwijl de omzet wel steeg. Het belegde vermogen nam af door eigenlijk vooral koersdalingen in het eerste kwartaal... Dat zorgde voor een daling van 441 miljard dollar. En tegelijkertijd kwam er ook gewoon nieuw beleggingsgeld binnen. Uh, dit kwartaal was dat 86 miljard, terwijl dat een jaar geleden nog 172 miljard was. Wat ook wel te verklaren is denk ik ten eerste door de dalende koersen, de hoge inflatie en de onzekerheid rondom de oorlog. Waardoor beleggers natuurlijk op dit moment mogelijk wat geld achter de hand houden en nieuwe beleggingen dus uitstellen. Ondanks dat zag BlackRock wel de winst met 20% stijgen. Op een omzet die met 7% steeg. Kijken we dan vervolgens naar Charlie Munger en zijn uh, aandelen in Alibaba. Want Alibaba is een populair aandeel onder beleggers op dit moment. Onder andere onder mijn kijkers en abonnees. Maar dus ook onder de bekende beleggers zoals Charlie Munger. En deze week werd dan wel bekend dat Charlie de helft van zijn aandelen Alibaba heeft verkocht. Veel beleggers kochten juist aandelen omdat Charlie er ook in geloofde. Maar waarom hij ze juist nu verkoopt. Ja, dat is nog onduidelijk. Er zijn verschillende redenen mogelijk, dus laten we daar wel even naar gaan kijken. Ten eerste kan het komen omdat hij de aankopen doet via zijn bedrijf de Daily Journal. En dat bedrijf heeft een nieuwe CEO. En die kan natuurlijk anders denken over wat het bedrijf precies moet gaan doen met hun geld of met hun beleggingen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat Charlie de aandelen heeft overgezet naar de beurs in Hongkong. Het nieuws van de verkoop werd bekend. Wat hij in Amerika verplicht is deze transacties te melden. Maar het zou dan dus niet zichtbaar zijn als hij dezelfde aandelen vervolgens op de beurt in Hongkong koopt. En een derde reden zou kunnen zijn wat ze noemen tax loss harvesting. In Amerika is het zo, de belastingregels, dat je een verlies kunt nemen op een belegging. En dit kunt verrekenen met winsten. Aangezien hij op de eerste twee aankopen verlies neemt op deze manier, hoeft hij zo minder belasting te betalen. Dat zie je vaker gebeuren. En het lijkt ook extra aannemelijk omdat als we gaan kijken naar het aantal aandelen van de verkoop dat overeenkomt met het aantal aandelen van de eerste twee aankopen. Maar laat ook weten wat jij denkt over zijn motieven voor de verkoop. En wat jij denkt van Alibaba in de reacties onder deze video. En wil je nou beginnen met beleggen? Misschien wel in het aandeel Alibaba. En ben je nog op zoek naar een broker? Kijk dan ook onder deze video in de beschrijving. Want daar staan links naar onder andere de Hero en naar Bugs. Als je klikt op die links ontvang ik een kleine vergoeding. Maar als jij dan vervolgens daar een account opent, ontvang je 50 euro transactiekosten te goed bij de Giro of een gratis aandeel bij Buxiro van maximaal 200 euro. Dus maak zeker gebruik van de affiliate links als je nog een account wil openen. Gaan we door naar het volgende onderwerp en dat is de schaarste rondom bitcoin. Want dan zien we dat twee weken geleden, op 1 april, was het zo dat de 19 miljoenste bitcoin werd gemind. En het is natuurlijk bekend dat er ultiem maar 21 miljoen bitcoins te minen zijn. Dat betekent dat we dus nog maar iets minder dan 2 miljoen bitcoins te minen hebben. Oftewel, op dit moment is meer dan 90% van de bitcoins gemined. Bij iedere halving wordt de hoeveelheid bitcoins die gemined kan worden kleiner... of eigenlijk vrijkomt bij het minen, die wordt gehalveerd. Dus ook de schaarste neemt dan toe, want de interesse in bitcoin die, die blijft... die stijgt op de laatste tijd natuurlijk terwijl eigenlijk op hetzelfde moment de nieuwe, de nieuwe hoeveelheid bitcoin die beschikbaar komt juist afneemt. En dat niet alleen, we zien ook dat de bitcoins die al gemind zijn vaak langer dan een jaar worden vastgehouden. Dat is inmiddels het geval bij 64% van de bitcoins, waarbij veel investeerders er dus in lijken te zitten voor de lange termijn. En ook links naar Bitfavo of andere crypto-exchanges vind je trouwens ook onder de video. En dan het laatste onderwerp van deze video, dat is de politiek die op zoek is naar miljarden. Want we zien dat de coalitiepartijen bezig zijn met hun voorjaarsnota en nog op zoek zijn naar ja, miljarden, dus zoals gezegd. 10 tot 15 miljard moeten ze vinden om de tegenvallers op te vangen. En het lijkt erop dat dat geld bij de rijken vandaan moet komen. In een video van vorige week behandel ik al het rapport over de vermogensongelijkheid in Nederland. En we zien nu ook dat de politiek hierop doorpakt. Ze willen niet de inkomstenbelasting verhogen, maar waarschijnlijk juist wel de winstbelasting bij bedrijven. Of het vermogen in box 2 van het aanmerkelijk belang. Dus de directeur, groot aandeelhouder en de bedrijven zelf zullen te maken krijgen met hogere kosten, minder winst. Maar tegelijkertijd zien we ook dat steeds meer cao's worden goedgekeurd met flinke salarisverhogingen. En ook roept de politiek bedrijven op om extra geld te betalen aan personeel als dat mogelijk is. En hoewel dat natuurlijk een goed idee is om meer geld te geven aan je werknemers als dat mogelijk is, zeker in deze tijden. Moeten we wel rekening houden dat we hier door de loonprijsspiraal beginnen. Waarbij eigenlijk nu de inflatie blijvend is en blijvend verwerkt gaat worden in de lonen. Waardoor uiteindelijk juist de prijzen weer verder zullen gaan stijgen. Maar dat is dan wel weer iets voor de toekomst. En zullen we dus ook in de toekomst gaan bespreken in Vrijmierbeurs. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze aflevering? Vergeet je niet te abonneren om niets te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken of voor het luisteren. En wens ik jou alvast een heel fijn paasweekend.